Welkom bij de tweede uitzending van 2017 van Raceport Live. We zijn hier te gast op het circuit van Zolder en u ziet al naast mij Jurgen van der Goorberg, rechts van mij Evert Slager van Raceport. Jurgen, ik heb net even op moeten zoeken, heel eerlijk gezegd. 165 Grand Prix, 2 World Superbike wedstrijden, 24 World Supersport wedstrijden en 9 Dakars. Dat is echt wel een serieuze lijst. Toch? Dat is nog wel een aardig lijstje, ja. Ja. Ik moet het eigenlijk even van jou even een fotootje van maken. Want ik weet niet eens dat ik dat allemaal zelf heb gedaan, eerlijk gezegd. Wikipedia is je vriend. Ja, dat kun je wel stellen. Goed, ja. En ja, er komt nog een 10e bij eigenlijk binnen de Dakar. Nog een keer met de motorfiets ga ik. Dat wordt dan mijn 5e met de motorfiets. Wow. En ook wel tevens de laatste dan, hoor. Dan heb ik het met de motoren wel gehad. Je bent dus 47, 48? Ja, ik word dan 48 in december. 48, dus ja. Ik heb al nummer 48 ook al aangevraagd eigenlijk bij de Dakar-organisatie. Ik zei, dat moet mijn nummer worden. Ik doe het wel weer zoals ik het ook gewend ben, met kistje en ook echt. Malle moto. Malle moto. Ja. Dat is wel mijn ding eigenlijk ook, omdat ik het sleutelen ook zeker zo mooi vind als het rijden zelf. Maar inmiddels is het wel zo zwaar geworden dat ik zeg, ja, leeftijd gaat ook een rol spelen en ook reactievermogen en dergelijke. Je moet zien, ik train nu al 30 kilometer in de week, ben ik alweer aan het hardlopen. Wow. Dus ik ben wel echt fanatiek alweer aan de slag, zeg maar, om helemaal fit aan de start te verschijnen in januari dan weer. Er zijn mensen die zien jou twee keer in het jaar op tv, één keer bij de TT en rondom de Dakar dus. Kan jij uitleggen waar jij de rest van het jaar mee bezig bent? Wat doe je zo'n beetje? Ja, heel veel verschillende werkzaamheden eigenlijk. Ik ben normaal gezien een dag of 3-4 in de week buiten het Dakarseizoen om het zo maar te zeggen, ben ik bezig met het bouwen van rolstoelen. Wow. We hebben eigenlijk een fabriek met een man of 5-6 waar wij heel veel sportstoelen bouwen. Dus ook de Olympische Spelers, de Paralympiërs. Maken veel gebruik van onze stoelen ook. En dat wil zeggen basketbalstoelen en tennisstoelen en badmintonstoelen. Dus die zijn heel specifiek, moet allemaal met de hand worden gemaakt. Dat boeit mij wel. Ik ben altijd iemand geweest die veel met zijn handen is bezig geweest. En ik heb daar in het verleden ooit nog wel eens diploma's voor gehaald ook, maar ik vind dat altijd mooi. En tegelijkertijd in die fabriek zelf maak ik ook weer onderdelen voor mijn eigen Dakar motorfiets. En ook wel weer voor andere mensen. Dus ik bouw eigenlijk navigatietorens. Zoals wij met de Dakar ook het hele navigatiespul voorop hebben staan. Die bouw ik ook zelf. En die verhuur en die verkoop ik dan eigenlijk weer. Ja, en inmiddels is mijn zoon Zonta actief in de racerij. Wow, bij de, ja, die is 11 jaar oud. En die is dit jaar voor het eerste jaar bezig in de Molenaar Cup. En dat bevalt ons zeer goed. En er gaat heel veel tijd nu in zitten en ook gewoon in de begeleiding. Dus ieder weekend wordt er wel ergens gereden. En probeer ik hem met raad en daad bij te staan. En wat kan jij doen voor je zoon daarbij? Nou, we hebben normaal gesproken altijd proberen een camera erop te monteren. Daarin kunnen wij een beetje toerental bekijken. Daar kunnen wij de snelheid, waar we zijn op de baan. En ik kan zien of die te vroeg, te laat instuurt. En ik maak ook meestal nog wel veel beelden van buitenaf. En ik kijk ook veel. En in dit geval luistert hij ook echt naar mij. Nadien pakken we de baan erbij, layout erbij. En dan gaan we zeggen, nou, welke versnelling, welke bocht reden. Moet je dat eerst zelf aangeven. En dan ga ik, nou oké, misschien is het een idee om daar misschien een versnelling hoger of daar een versnelling lager te pakken. Proberen ietsjes korter te pakken, iets te langer pakken daar. En ja, dan zie je gewoon de rondetijd ook weer zakken. En hij is heel leergierig, dus hij kan het heel slecht hebben als anderen sneller zijn. Maar hij wil in 5-6 maanden iets doen wat anderen in 5-6 jaar al hebben gedaan. Eigenlijk gewoon weer de gekte van toen je zelf aan het rijden was. Ja, dat wel. En zoals je zelf ook al hebt ervaren, de spanning naast de baan is vele malen groter dan je zelf op de motorfiets zit. Ik sta ook af en toe, nee, links, nee, oh, rechts, nee, oh. En zo gaat dat heel de dag door. Dus aan het einde van de dag is papa helemaal versleten gewoon. Ik weet exact wat je bedoelt. Evert, het is in de MotoGP momenteel, ja, één groot gekkenhuis eigenlijk. Wat gebeurt er allemaal? Nou ja, het is best wel een heel bijzonder seizoen. Kijk, begin van het seizoen dacht iedereen, Vinales, die gaat op zijn sloffen wereldkampioen worden. Alleen, die kreeg, nadat hij een grote voorsprong had, kreeg hij toch ook een dipje. Marquez, Valentino Rossi, die de eerste races op wat achterstand kwamen, ja, die sloegen in één keer weer terug en we zijn halverwege het seizoen. 9 van de 18 wedstrijden zijn tevreden. Marquez staat weer aan de leiding, maar binnen
10 punten, de eerste vier. Vier mannen in 10 punten. En dat is toch wel bijzonder voor de MotoGP. Ja. Jurgen, jij hebt natuurlijk ook gewoon MotoGP gereden. Ja. Grootste deel toch wel in tweetak tijdperk, maar aan het einde heb jij toch ook gewoon op de viertakten gezeten. Ja, ik heb nog heel even echt de smaak mogen proeven van die echte snelle viertakten. En ik heb toevallig 2 jaar ook nog lang voor Yamaha de Supersport 600 gereden. Dan mocht ik aan het einde van het seizoen heel even een keer op de barrelsmachine testen, de M01. En dat ging eigenlijk dermate zo lekker en goed eigenlijk, dat Michelin mij eigenlijk net na mijn Supersport tijd vroeg of ik testcoureur wilde worden, zeg maar, voor hun. Ik zei, dat wil ik wel. Ik zei, maar dan moeten we wel met een echte MotoGP-machine doen, want anders heeft het geen zin. Ja, dat regelen wij dan. Dus toen hadden wij gewoon een Yamaha of een Honda tot onze beschikking om banden te testen. En dan had je dus echt serieus het allerbeste materiaal onder je kont. Ja, ik heb dan nog een keer 2 keer in mogen vallen voor Makoto Tamada, die geblesseerd is geraakt. Dus die Minolta. Op de Minolta, ja. Konica Minolta. Je moet zien, dat PK's was toen net hetzelfde als nu nog, hoor. Daar is niks, geen verandering in gekomen. Noem eens een aantal. Oh, dat was gewoon toen ook als 260, 270 pk, praten ze toen al over. En wij reden ook 350 in China. Dus ja. Alleen, toen was er nog geen tractiecontrole. Dat bestond eigenlijk nog niet. Er waren wel wat systemen proberen en met gassen, de gasstand, dan hield hij iets in. Maar eigenlijk deed je het gewoon zelf. Je kon zo'n motorfiets nog helemaal laten spinnen en alle kanten op laten gaan. Maar dat ging allemaal met gashendeltje, allemaal met het hand. En daar is natuurlijk nu al erg verandering in gekomen met alle elektronica die er is gekomen. Dus daar heb ik persoonlijk nooit niks mee te maken gehad. Ik moest gewoon van Michelin ook op een natte baan testen met regenbanden. Echt, gewoon geen tractiecontrole. En ik heb wel een paar keer aangehangen, ja. Ja, ja. Is het denk je nu makkelijker of is dat niet vergelijkbaar? Ik denk zeker dat het wel makkelijker op is geworden. Ja, je kunt het zien aan een aantal valpartijen die hebben plaatsgevonden. Was het 2 jaar geleden in Aragon of zo met Pedrosa en Marquez? Marquez raakte even het achterwiel van Pedrosa aan. Die verliest zijn sensor. Pedrosa komt bij de volgende bocht aan. Die zet het gas erop. Pap, ligt er gelijk af. Omdat hij gewend is om fors het gas erop te zetten. Maar die tractiecontrole die grijpt niet in. Want die sensor is weg. Ja, en dan lig je er in één keer naast. Dus het is wel anders rijden geworden. Dat nog steeds de beste winnen. 100% zeker. Maar het is wel een andere dimensie. Maar nu heb jij met Michelin getest. Ze rijden nu allemaal op Michelin. Ja. Heeft de Michelin-banden, hebben die invloed op dat het nu zo spannend is? Ik denk meer de eenheidsband, dat het wel wat spannender werd. Vroeger hadden we natuurlijk de Dunlop Michelin en daar kwam Bridgestone eigenlijk bij. Want daar heb ik zelf dan nog mee gereden in 2002. Maar je hebt altijd verschillen dan. Als je met 3 verschillende merken gaat rijden, dan heeft de ene baan die band iets beter en de andere baan die band. Nu, omdat ze allemaal eenheidsbanden hebben, ze mogen ook niet zoveel keuze hebben. Wij hadden af en toe gewoon, daar staan 10 achterbanden, daar staan nog 10 voorbanden. Hoe kom je daar in godsnaam uit wat op deze baan nou gaat werken? Nu mogen ze gewoon een beperkt aantal banden natuurlijk maar uitkiezen. Dat zijn 2 of 3 van die, 2 of 3 van die. Dus het is eigenlijk een veel eerlijkere competitie. Nu komt het veel meer op de rijder zelf ook aan. En daarvoor zie je ook zulke kleine verschillen ontstaan eigenlijk in rondetijden ook. Hoe belangrijk zijn die banden in het hele verhaal? Want heel veel mensen denken, joh, plak ze eronder en het klaar. Belangrijkste. Het belangrijkste. De band doet eigenlijk alles onder een motorfiets. Ja, ook wel met Formule 1, hoor. Een band doet eigenlijk alles. Dat bepaalt gewoon het gripniveau wat je creëert. En daar pas je weer de vering op aan. En dus het begint eigenlijk gewoon tussen het asfalt en wat er tussen de band zit. Daar begint het. En de rest pas je er allemaal op aan. Nou, maar wat ik me dan afvraag, dit jaar, kijk, er zijn races, er zijn in één keer de Ducatis, echt gewoon, die hebben het voor elkaar. De andere races, in één keer de Yamaha's voor elkaar. Sommige circuits, de Honda's voor elkaar. Dat moet toch ook iets in die banden zitten? Nee, ik denk dat het bandenverhaal blijft voor iedereen hetzelfde. Het is puur je geometrie en de afstelling. Om maar iets heel geks te noemen, ik ben nu zelf met een NSF'je bezig. Het stelt niks voor, zo'n klein motorfietsje, weet je, klein mannetje erop. En we zetten op een gegeven moment een keer de voorkant 3-4 mm hoger. En het hele machientje is een stuk stabieler in één keer. Zonder te zeggen, het voelt in één keer veel beter aan. Dus een motorfiets is heel erg bewegelijk. En kleine veranderingen brengen heel veel teweeg. Waarvoor kan bij Tech 3 op een gegeven moment op 1 circuit gaan ze hartstikke goed. En het hele fabriek Yamaha team helemaal niks. Dat heeft met hele kleine verschillen soms te maken. Maar dat is geen bandenkwestie? Nee, dat is geen bandenkwestie. Nee, ze moeten ten eerste al dezelfde bandenspanning allemaal al rijden. Nou ja, ze kunnen dan een keer een soft, medium of hard. Maar ook daar zijn meestal maar 2 keuzes in. Dus al het andere, de elektronica is ook maar heel beperkt. Allemaal dezelfde elektronica tegenwoordig, dus daar kun je ook niet veel aan doen. Dus dan ga je puur over pivotposities, achterkant, hoogtes van achterbruggen. Voorkens kunnen tegenwoordig natuurlijk alles veranderen. Konden wij ook al, maar dat gaat tegenwoordig nog sneller allemaal. Dat doen ze bij wijze van spreken gewoon pits in, hup, klik, klik, bam. En is dat in één keer een halve graad anders.
En dat zijn die verschillen die de coureurs moeten aanvoelen. En dan zie je zelfs tussen merken in heel groot verschil ontstaan. En dat is wel heel verrassend. Ja, maar is dat dan doordat die coureurs, zeg maar, de een kan het beter en sneller aangeven dan de ander? Of? Ja, en ik denk dat ze af en toe nog wel eens iets te veel vertrouwen op wat de info van de computerman afkomt. Snap je? Ja, de computer zegt het zo. Maar het is nog steeds het gevoel van de rijder. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld in dit geval het fabrieksteam van Yamaha wel een paar keer mee in de fout is gegaan. Door gewoon, denk ik, puur op de computer van, nou, dat moet toch goed zijn. Zo was het vorig jaar, dus dan moet het nu toch ook kunnen. Nee, ja, zo werkt dat niet. Riding coaches zijn opeens helemaal hot. Die zijn in één keer helemaal hot. Ja, ja en ze zeggen ook wel eens, ja, kijk, Valentino heeft in zijn carrière best wel even 2-3 jaar geleden een beetje een dipje gehad. Hoe is hij daar weer uitgekomen? Cadalora. Ja. Precies wat jij zegt. Dus door Luca is hij gewoon, ik heb met Luca vorig jaar in Assen gepraat. Ik zeg, ja, ik weet wel waarom dat Valentino weer die lijn heeft pakken. Ja, misschien heb ik daar iets mee te maken gehad. Ik zeg, nee, ja. En toen heeft Cadalora mij ook uitgelegd, ik ben er een keer bij geweest bij zo'n test. En toen is dat heel goed bevallen door Valentino. En die heeft gelijk gezegd, jij moet erbij blijven. Klaar. Want ook Valentino heeft gewoon iemand nodig. Die is wel zoveel keer wereldkampioen. Maar ook die heeft iemand nodig wat hij tegenaan kan. Nou, zeg maar gerust lullen van, ik voelde dit, maar wat moeten we nou doen? Kan jij dat met mijn computerman gaan overleggen en dit en dat? En dan moet je een rijder hebben. Want als jij zelf geen rijder bent geweest, kan je het ook niet uitleggen. Dus, en Valentino heeft daar ook niet heel de dag de tijd voor. Dus je moet kunnen zeggen in een half uur, ik wil dit, ik wil dat en dat. Nou, dan moet Luca moet daar gewoon 3-4 uur mee bezig zijn met de monteurs om het over te brengen. En daar wordt dan weer een afstelling voor gezocht. Ja, maar ik zie bij jou een bepaalde merknaam op je shirt staan. Hoe zie jij dat voor KTM in MotoGP? Want die hebben het daartegen, ja, iedereen had toch wel iets meer verwacht of gehoopt dit seizoen. Ja, nou, ik moet zeggen, daar ben ik ook wel proberen binnen te komen, zeg maar. Maar ja, oké, daar zijn ook een aantal mensen natuurlijk weer verantwoordelijk. En ja, we hebben daar al iemand voor en zus al iemand voor. En denk, oké, nou ja. Ja, wat moet je dan zeggen, weet je? Ja, ik kan het misschien ergens een verandering in aanbrengen. Maar kan jij vrijuit praten over wat jij denkt dat er aan de hand is momenteel bij KTM? Er is op zich niet heel veel aan de hand. Buiten dat ze gewoon nog heel weinig know-how hebben. En die know-how zijn ze wel aan het inwinnen en zijn ze wel aan het vorderen, zeg maar, in het systeem. Maar dat duurt gewoon 3 jaar, minimaal. Ik denk dat ze qua pk's niet zoveel achter liggen. Ik hoor Pieren vorig jaar in Oostenrijk met droge ogen zeggen dat ze dit jaar podiums willen rijden. Nou, dat kan beter een zaddoek erbij pakken, want dat gaat never nooit niet gebeuren. Nee. Dat is net zo... Het is ook niet... Het is misschien toen iets te enthousiast. Ja, iets te voorbarig. Ja. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel geld en know-how geïnvesteerd, zeg maar. Maar je kunt niet alles kopen. Je kunt geen grip kopen. Je weet niet of die 2 mm aan de voorkant nou wel of niet moet. Die kun je niet kopen. Die zul je met de rijders aan moeten voelen. Dus je bent met redelijke rijders een testproject ingegaan. Maar ja, nu heb je je vaste coureurs. En die moet je weer een stap verder helpen. En zijn dat de allerbeste? Nee, dat ook weer niet. Want anders zou je zeggen, Sarko en Volker doen het eigenlijk beter dan Smit en Pol. Ja. Dus in dit geval, er bestaat nog wel een kans dat ze, zeg maar, nog een iets betere topcoureur moeten hebben. Ik vind eigenlijk nog steeds dat ze het eigenlijk best wel goed doen. Alleen, ja, vind nou maar de nog betere weg. Maar ja, ze hebben natuurlijk een buischassis. Ze maken gebruik van WP. Er zijn een paar hele andere zaken natuurlijk. Je praat wel even over hele grote veranderingen ten opzichte van iedereen die Eulens rijdt en iedereen die een aluminium chassis rijdt. Ducati is al eens een keer in het verleden ook al afgestapt van de MotoGP met hun buischassis. Want ja, dat rijden we op straat en dat is allemaal perfect. Nou, gooi het maar opzij. We zijn gewoon aan een aluminium chassis begonnen. Zijn ze gewoon stinken eigenwijs bij KTM of zo? In dat opzicht wel, ja. Ik had niet direct met zo'n chassis begonnen. Het enige achterliggende gedachte erachter, en dat is wel weer iets slims. Met een buisje kun je heel snel veranderingen aanbrengen. Het is maar een heel klein chassisje. Ik heb het nou bekeken ook. Het stelt eigenlijk niks voor. Je denkt, wow. Dus je blok maakt eigenlijk meer ook een dragend gedeel uit van het geheel. Dat maakt het dan weer gevaarlijk om weer een aluminium chassis omheen te bouwen. Want dan mag je blok kan je weer wat lichter bouwen. Het voordeel van een zwaarder blok. Ja, dat is allemaal veel theorie en praktijk zit erachter, is dat het weer minder snel kapot gaat. Want je kunt bijvoorbeeld met dikkere karters rijden en noem maar op. Dus je hebt weer minder werking van het blok. En daardoor gaat het minder snel kapot. En een Japans blok is gewoon heel iel gebouwd. En daar hebben ze een heel fors frame omheen gebouwd. Want dan moet alles bij elkaar zien te houden. Dus een denkwijze is wel totaal anders. En of dat, zeg maar, echt een goede uitwerking gaat krijgen, ja, dat zul je over 2 jaar denk ik wel zien. Maar de stijgende lijn hebben ze zeker te pakken. Oké, even terug naar, als we naar vooraan het veld kijken. 4 man binnen 10 punten, zegt even net al. Wie gaat hem pakken, denk je? Ja, dat is,
Dat is echt nog een heel groot vraagteken. Ja, klopt. Ja, als je in het begin van het jaar tegen mij hebt gezegd... euro erop moet zetten. Ja, als je zegt van, nou ja, Dovi had dit jaar een rol gespeeld in het wereldkampioenschap. Dan zeg je, ja, maar Dovi, die laat ze eigenlijk wel echt zien nou. En als er een keer een kans bestaat weer, dan is het wel dit jaar gewoon. Hij is een hele steady creur die er makkelijk op blijft zitten. En die zijn race enorm goed weet op te bouwen. Dus... Zeg je eigenlijk, als ik 100 euro heb, leg ik hem op Dovi? Nee. Ik zet toch weer in op Valentino. Ja. Ja, ook omdat ik het hem gun, uiteraard. Evert, zelfde vraag. Ja, degene die de minste fouten maakt in de tweede helft, maar dat lijkt me logisch. En ik twijfel tussen Valentino of Marc Marquez. Ja, maar je kan maar op eentje je geld zetten altijd even. Nou, dan ga ik op Marquez zetten. Op Marquez. Ja. Oké, tijd voor een kleine break. Oké, we zijn hier te gast op het circuit van Zolder en daarom gaan we natuurlijk even praten met de man van motorsportschool, Hans van de Ven. Hans van de Ven, we staan hier voor het circuit van Zolder, maar dat is niet het enige circuit waar jullie actief zijn. Jullie zijn op heel veel circuits met motorfietsen actief. Ik heb begrepen vorig jaar 10.000 sessies, 77 dagen, klopt dat? Dat klopt, 77 botterdagen en over de 13.000 beurten per jaar doen we. Dus met een database van 23.000 actieve klanten. Ja, dat klopt. En we doen meteen Croix, Zandvoort, Assen, Zolder. En dan doen we regelmatig uitstapjes naar bijvoorbeeld Oschersleben, Hockenheim, van die dingen. Waarom moeten motorrijders voor circuitsessies bij jullie zijn? Wel, we zijn ondertussen 22 jaar bezig. We zijn een organisatie door motorrijders voor motorrijders. We zijn ooit gestart als circuitrijders. We hebben ook geraced en dat zit er nog een beetje in. Dus wij proberen het ook altijd, ondanks het feit dat het een dure hobby is, voor iedereen zo goedkoop mogelijk te houden. Duidelijk verhaal, dankjewel. We zijn hier weer terug op het circuit van Zolder en naast mij zitten misschien wel de toprijders in het supersportsegment en het superbikesegment van Nederland. Nigel Walraven, Rob Hartog. En ja, dan moeten we toch bij jou beginnen, Nigel, want je ziet boven de tafel er normaal uit, maar onder de tafel is het toch wel een beetje een... Het is een beetje een rommeltje, ja, een rommeltje. Het valt op zich wel, hè. Ja, en dat is volgens mij allemaal hier gebeurd. Ja, twee weken geleden tijdens de IDM. Ja. Kleine highsider en scheen kuitbeen gebroken. En toen was het luchtgrind, luchtgrind, luchtgrind. Het was even een hele buiteling. Ja. En ik voelde eigenlijk gelijk al dat het mis was. Gelukkig wist de Franstalige baker mij dat ook duidelijk te maken. En nu is het even afwachten hoe lang dat gaat duren. Oké, jij staat nummer 1 in de OW Cup. Al jarenlang actief in het Nederlandse wegracen natuurlijk. En nu, dit jaar, moet die eerste plek er gaan komen. Maar ja, op deze manier wordt dat wel een beetje ingewikkeld. Ja, we missen nu sowieso 3 wedstrijden. Het plan is eind augustus om Oschersleben weer op te stappen. Maar dan is het natuurlijk nog afwachten hoeveel snelheid je dan nog hebt. En hoeveel kracht je daadwerkelijk in het benen hebt. Ik hoop dat het kan, maar ik weet wel dat ik dan weer net zo'n reeks zal neer moeten gaan zetten als daarvoor. Dus, Nou ja, dat was... Wel redelijk oké, want ik heb vanmorgen even gekeken en dan zie je bovenaan jouw lijstje alleen maar 25, 25, 25. Elke wedstrijd waar je aan meegedaan hebt, heb je gewonnen in de OE Cup. Ja. Met ruime voorsprong ook nog. Ja, maar dat ziet er op papier misschien makkelijker uit dan dat het echt is. En zeker aan het eind van het seizoen, na zo'n blessure, zal het niet zo makkelijk worden. Maar we gaan er wel alles aan doen om die titel binnen te halen. Jij rijdt bij de club waar je volgens mij al jaren het beste toch thuis voelt. Dan ben je weer terug. Vorig jaar zit je op een Tenkate Honda. Nu zit je op een Suzuki GSX-1000 van Hoegee. Dat is de nieuwe Suzuki GSX-1000. Daar zou je volgens de kenners de ideale basis als racemotor voor hebben. Klopt dat een beetje? Ja, klopt. In principe rijden we zoals we nu rijden, is die zo standaard als die maar standaard zijn kan. Er zitten andere veringen in, een paar kleine dingetjes aan het blok. En er is nog heel veel te verbeteren op dat gebied. En als je dan ziet wat we nu al kunnen met deze fiets, zeker ook
ten opzichte van de jongens van het IDM hier. En als je het wegzet tegen de jongens die al wat meer ervaring hebben met bijvoorbeeld Yamaha's, BMW's en dergelijke, denk dat het een hele goede fiets is. Datzelfde weekend was jij, Rob Hartog, actief hier in het IDM. Maar normaal rij jij in het WK/EK. Waar rij je eigenlijk officieel in? Officieel rij ik in de FIM Europe Supersport Cup. En dat kan je het beste omschrijven als EK Supersport. Dat zijn alle Europese rondes van de WK Supersport. Alleen het mooie is wel dat als je deelneemt aan die wedstrijd, dan rij je gewoon 1-op-1 mee met de WK Supersport. De reglementen zijn hetzelfde, je hebt dezelfde trainingen, dus zo voelt het ook echt alsof je tussen het WK rijdt. Alleen je bent de drie overzeese, ben je er niet bij. Ja, het is zelfs zo volgens mij dat jij alleen punten scoort als je punten scoort in de WK-stand. Ja. En die heb je ook gescoord, dus eigenlijk gaat het hartstikke goed dit jaar, zou je zeggen. Ja, zeker. Vorig jaar was het toch een beetje de vraag van ja, hoe snel of hoe goed zal het gaan weer op de 600 en vooral hoe snel zal het weer goed gaan. Even terug, vorig jaar reed je op de 1000, maar dat was een beetje een ingewikkeld verhaal hoe je daarop terecht kwam volgens mij. Het jaar daarvoor reed je superstok, ja. Afgelopen jaar stok 1000, ja. En nu weer terug naar een 600. Ja, klopt. Wij zijn afgelopen jaar min of meer noodgedwongen overgestapt naar de 1000 omdat de superstok 600 klasse verdween. We gingen het avontuur gewoon goede moed aan. Alleen dat bleek toch iets anders uit te pakken. Omdat het in die superstok 1000 klasse gewoon onwijs moeilijk is om op te boksen tegen de soort van fabrieksteams, zeg maar, die in die klasse actief zijn. De Kenan Sofuoglu's van deze wereld. Ja, zeg dat. De Aruba, IT, Ducatis enzovoort, Aprilia's. Dat is gewoon moeilijk om daar tegen op te boksen. Helemaal als je kijkt wat voor belangen er in die klasse spelen. Eigenlijk, de teams beschouwen dat ook echt als junior WK. Dus dat was een moeizaam jaar voor ons. Daarom hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om dit jaar weer terug te gaan naar de 600. Nigel zit op een nieuwe motor. De Honda Fireblade is nieuw. Yamaha R6 is nieuw. Jullie motor is er al een tijdje. Is dat een voor- of een nadeel? De 600 die zijn er al een tijdje. Dat is enerzijds een voordeel, want alles is al een soort van ontwikkeld voor die fietsen. Anderzijds kan je iets missen in de vorm van ontwikkeling in een fiets. Maar goed, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Helemaal kijkend naar de concurrentie dan. Ja, en die concurrentie, we hebben het al even genoemd. Ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant gaaf is, maar aan de andere kant rijdt iemand op dezelfde motor als jij het hele veld op een bult in het WK Supersport. Noem je ook wel hoe zie jij op, dat? Natuurlijk. Ja, hoe zie jij dat? Is dat lastig of is dat gaaf juist? Sowieso als je die man ziet rijden, doelen natuurlijk op Sofuoglu. Dat is bijna genot om naar te kijken hoe netjes hij rijdt. Maar er is ook weer veel van te leren. Kijk, 10 jaar terug reed hij al WK Supersport. Dus die heeft zoveel ervaring. En wat hij laat zien op die Kawasaki, dat is gewoon prachtig. Maar ja, als hij in goede doen is, dan kan niemand hem bijhouden. Dat is alleen maar iets om van te leren, denk ik. Hij zit op een soort semi-fabrieksmachine bij Puccetti. Jij regelt al je zaken zelf. Dat is ook niet even zomaar iets. Dat is ook nog wel een heel organisatiedeel. Ja, zeker weten. Kijk, in de Superstock 1000 was het motorisch zeg maar standaard, Superstock. In de Supersport is dat een heel ander verhaal. We hebben, denk ik, goede partners die ons daarbij helpen. Waaronder Jenny Performance, die het blok klaarmaakt. Je stapt niet even het WK Supersport in en je hebt een blok waarmee je kunt winnen. Dus dat sowieso niet. Maar ik heb het gevoel dat wij zeker niet veel onderdoen voor de jongens die al jaren meedraaien. Maar eigenlijk is die situatie dan toch wel vergelijkbaar met wat je vorig jaar in de Superstock 1000 had. Ja, dat wel. Alleen zijn er in die klasse weer andere belangen, denk ik. De elektronica speelt daar een veel grotere rol. En de teams die daar rijden, die hebben eigenlijk, durf ik wel te zeggen, bijna fabriekssoftware aan boord. En dat is gewoon moeilijk om tegen op te boksen, helemaal met zo'n sterke machine als de 1000. Jij hebt ook Superstock 1000 gereden. Ja. Wil je zelf vertellen hoeveel meter? 250, dat gok ik. Gokken, ja. Nee. En ik heb er ook nog 50 gereden, dus altijd op 300 al. Ja, alle gekheid op een stokje. Jullie zijn daar in 2015 terechtgekomen. Ja. Ook met de Suzuki GSX-1000 vorige model. Wat is er gebeurd dat je daar toch niet in doorgegaan bent? Ik brak mijn rug in de eerste race Aragon, eerste bocht. Eerste race van het jaar? Eerste race van het jaar, eerste bocht, eerste start. Alles liep eigenlijk op rolletjes, wil ik niet zeggen, maar het ging goed, volgens plan.
We gingen daar met een echte carambolage van motoren. Ik denk 8-9 man gingen we eraf. Ik brak mijn rug en kon pas eind van het seizoen weer opstappen. En toen heb ik zelf besloten om dat te doen in het ONK. En als je nu kijkt naar waar je nu staat, bedoel je daarmee te zeggen dat het hoogtepunt achter je ligt of ligt dat nog voor je? Nee, ik denk dat het hoogtepunt ergens anders naartoe verschoven is. Ik denk dat het niet meer ligt in de World Superbike Paddock, maar eerder een IDM en een combinatie met een WK Endurance. Dat heb ik vorig jaar even aan mogen proeven en ik vind dat wel echt de klasse waar ik nog wel wat zou kunnen doen. Vorig jaar reed je met Driegen, geloof ik? Ja, Driegen en Steve Mercer. Ja, voor Jackson Racing. Jackson Racing. Ja, super ervaring. Voor jou is de lijn wat duidelijker uitgezet misschien, met een hikje rond die Superstock 1000 erin. Ja. Waar zie jij zelf je toekomst? We willen gewoon verder in het WK Supersport, sowieso. Dit jaar dan eigenlijk moet ik zeggen het EK Supersport natuurlijk. Maar voor volgend jaar zijn we wel de mogelijkheden aan het bekijken voor een heel WK seizoen. Ik heb zeker het gevoel met de mensen die achter me staan dat het mogelijk is. Het zal niet makkelijk worden, maar ja, wie weet. Zou je vandaag het ook nog een keer door willen naar het WK Superbike? Ja, tuurlijk. Ja, dat zou ik voor tekenen. Ja. We hebben natuurlijk, of zou je eerder zeg maar zeggen, ik ga naar Moto 2 en ik hou het op de 600 dan, zeg maar? Ja, dat vind ik lastig. Als de keuzes allebei, of als één van de twee al werkelijkheid zou worden, zou ik al blij zijn natuurlijk. Maar ja, we hebben in Nederland een schoolvoorbeeld gezien van hoe die stappen kunnen gaan naar Michael natuurlijk. Dus ja, ik blijf mijn best ervoor doen, ik blijf er hard voor werken en dan zien we wel hoe ver we komen. Nigel, kan jij mij uitleggen wat het niveau is van de OW Cup op dit moment? Net kwam het heel even kort voorbij, maar is dat een representatief Nederlands kampioenschap? Ja, kijk, ideaal als je een kampioenschap hebt op dat niveau verdeeld over 2 dagen, kwalificaties, zaterdag, race, zondag. Voor nu is de rijtijd eigenlijk net wat te weinig, maar we hebben met een topsportgedeelte te maken in Nederland waar je misschien 15, 20 coureurs heeft. En de rest is gewoon breedte sport. En ik denk dat dit een goede combi is. Natuurlijk, ideaal gezien zou je meer rijtijd willen, meerdere verschillende circuits, weet ik het ook wat. Maar voor nu is dit goed en moeten we zorgen dat we van hieruit door gaan bouwen en weer een fatsoenlijk kampioenschap op kunnen bouwen. En is dan een beetje, want het aparte is natuurlijk, jij rijdt in het EK/WK, jij in het Nederlands kampioenschap dan. En dat komt dan samen, laatst hier in het IDM. Is dat dan een beetje de tussenfactor, Duitse kampioenschap? Ja, misschien wel. Ik denk dat het Duitse kampioenschap een sterker nationaal kampioenschap is dan het BSB. Gewoon, niet door de opzet. Ik bedoel, het BSB heeft het commercieel gezien super voor elkaar, maar qua rijders en qua circuits waar ze komen, sluit het beter aan op het WK, denk ik. Het IDM bedoel je, dat sluit beter aan. En British Superbikes zie je dan? Is donders veel spektakel, maar gewoon door de circuits waar ze rijden zie je dat, ja, die doorstroom is er heel weinig, te weinig. Ik heb dat vaker tegen gezegd, toch heb ik altijd het idee dat jij daar perfect zou passen in dat Brits. Ja, maar je moet elke keer dat water over en ik weet niet, ik heb het niet zo boten. Oké, okay, ja. Hoe groot schat jij de kans dat je volgend jaar WK rijdt? Vind ik lastig te zeggen. Dat is van heel veel dingen afhankelijk. Dat is deels van de organisatie, deels van onze eigen sponsoren en partners. Dus ja, dat vind ik moeilijk. Probeer het eens. 50%. 50%, oké. 50% kans op een WK en anders zou je gewoon weer een jaar EK doen wat je nu doet? Dat denk ik wel, ja. En jij? Wat doe jij volgend jaar? Ik ga sowieso racen. Wat ik ga doen, precies, durf ik nog niet te zeggen. De focus is nu gewoon dat been goed te krijgen en van het jaar gewoon een titel binnen te slepen. Dat is het hoofddoel. Daarvoor zijn we op een gegeven moment dit gaan doen. Met die nieuwe fiets, nieuw avontuur met Marco G aangegaan. Ik weet het niet. U ziet het achter ons hier op het circuit van Zolder. Het is echt Belgisch/Nederlands raceweer geworden. Dat is voor ons een goed moment om af te gaan sluiten tussen deze twee Nederlandse wegrace-toppers. Dit was het voor wat betreft deze aflevering van Raceport Live. Heel graag tot een volgende keer.